The Young Solar Challenge. De Young Solar Challenge is een uniek project waar scholen met leerlingen tussen de 11 en 17 jaar kennis maken met techniek in combinatie met duurzaamheid. Met een goede schipper, een geolied team en techniek kun je het verschil maken. Wie wordt dit jaar de grote winnaar in de Young Solar Challenge? Ja, welkom. Leuk dat je kijkt naar het allerlaatste Young Solar Journaal. Nog één keer? Jammer. Nou goed, het is niet anders, maar we hebben wel een hele leuke aflevering. Want we kijken namelijk terug natuurlijk op de wedstrijd, de finale dag. Het Linden College is hier te gast. Ze deden het geweldig in de RC-klasse. Nederlands kampioenen hebben we hier aan tafel. En ook Anton van Wijk van de Stille Boot uit Heeg al jarenlang, volgens mij zolang als de Young Solar bestaat, is hij al partner met de Stille Boot. Maar laten we eerst even beginnen bij het begin. We waren op Urk. We waren in Terneuzen. En afgelopen weekend de allerlaatste wedstrijd, de finale dag in het mooie vestingstadje Heusden. Kijk mee. Ja, wij zijn super trots dat wij na 5 jaar hier in Heusden weer de Young Solar Challenge mogen organiseren. Ik denk als je om je heen kijkt dat je ziet dat het een fantastisch decor is voor de finale. Nou, als camping-eigenaar vond ik het een geweldige iets om al die enthousiaste gasten te ontvangen en al die enthousiaste koppen te zien sleutelen aan die prachtige boten. Ik sta in de Oude Haven en hier achter mij, daar gebeurt het allemaal. Eerste RC-klasse. Ongelooflijk spannend was het. Een zonnepaneel raakte te water, mensen vielen zelfs in het water en er waren een hoop botsingen en voeren over elkaar heen. Ook in de Young Solar klasse was het ongelooflijk spannend. Het Candeo College had in Terneuzen de liedervlag te pakken van het Drachten Lycée. Maar weten zij dat deze grote finale wedstrijd weer opnieuw terug te pakken en zichzelf te herpakken om misschien wel de Young Solar Challenge te winnen? We waren als eerste binnen volgens mij. En volgens mij ook nog voor het Candeo, hè? Ja, en die gingen eerder weg dan ons. Dus dat is wel positief nieuws. Ze kwamen volgens mij wel eerder binnen, hè? Ja, helaas wel, ja. Dus wat betekent dat voor de overige twee rondes die jullie nog moeten varen straks? We moeten goed gaan varen. Winnen. Beter nog varen. Ja, zeker. Uiteindelijk was het dus een nek-aan-nek race waarbij het Candeo toch even liet zien dat ze echt met meer dan 19 km per uur toch echt de allersnelste waren op het water. En toch kon er maar één de winnaar zijn voor de 5e keer op rij. En dat was het Drachten Lycée. 3, 2, 1. Ja, wat was het een groot feest. En ook allemaal te water, want dat hoort er natuurlijk bij als je eerste bent geworden. Schiet me meteen te binnen. Ja, Tom, Merel en Jordi, van harte welkom. Linden College, jullie waren in de RC-klasse natuurlijk nummer 1. Gefeliciteerd, Nederlands kampioen. Ja, dank je wel. Dit was even lekker, hè, Jordi? Ja, dat was heel fijn. We hebben uitstekend ons best gedaan en het heeft beloond. Ja, maar weet je wat ik dus helemaal vergeten ben als ik deze beelden zie? Nou. Om jullie te water te laten. Ja. Ja, jij denkt nu, wat hadden we een mazzel, maar ik denk wat stom dat we het zijn vergeten. Jullie waren natuurlijk net zo goed nummer 1 als die Young Solar klasse. Ja. Dus ja, er zit maar één ding op. Volgend jaar weer nummer 1 worden, om dan te water te gaan. Ja. Toch? Ja, dan met de Young Solar. Dan met de Young Solar, ja. Ja, dan ga je doorstromen. Daar gaan we het straks over hebben. Laten we eerst even kijken naar het eindresultaat van Heusden. En dan beginnen we bij de RC-klasse. Ja, laten we even goed kijken naar de top 3. Nou ja, je ziet het al. Het is daar in Heusden het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Dan het Linden College met de Flyers op nummer 2. En dan op nummer 1 het Johannes Fontanus College met Sharknado. En wat betekende dat dan voor het overall eindresultaat? In het algemeen klassement, ja, daar zag je iets wat er nog nooit eerder was gebeurd. Daar kom ik zo op. Op nummer 3, Bertha van het Linden College. Geweldige naam natuurlijk. Water Pegasus van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. En dan 3 nummer 1's
Niet de ene beter dan de ander, maar echt ex-eco, 3-1. Het Linden College met Mojito dus op 1. Ook op 1 het Linden College in de Flyers. En dus net zo goed op 1 het Johannes Fontanus College met Sharknado. Andere klassement van de Jong Solar klasse in Heusden. Daar kijken we ook naar op 3 het Da Vinci College. Het Johannes Fontanus College op 2. En het Drachtse Lyceum was allersnelste in dit geval. Met het minst aantal punten. En daarmee kwamen ze dus op een eerste plaats, het Drachtse Lyceum. En het overall klassement, dat was natuurlijk het allerspannendst. Dat was waar het natuurlijk om ging. En daar zien we het Da Vinci op 3. Op 2 het Candea College. En daar was het dus heel spannend. En uiteindelijk ging dus het Drachtse Lyceum er met de prijs vandoor. Maar wij kijken nu eerst eventjes naar de RC-klasse. Tom. Nogmaals welkom. Ja, dankjewel. Ja, dit was natuurlijk één groot feest voor jullie. 2 prijzen mee naar huis. Eigenlijk 3, maar 2 1's. Ja, die zagen we denk ik even niet aankomen. De eerste race die ging eigenlijk heel goed. En dan hadden we de 4 snelste tijden. Ja. En dan weet je dat je er in het klassement goed voor staat. Ja, die laatste wedstrijd, ja, dat was toch wel even nog een zware dobber. En dan zie je dat de concurrentie eigenlijk sneller is. En dan moet je eigenlijk maar vertrouwen op de voorsprong die je in zo'n klassement hebt opgebouwd. Om uiteindelijk toch nog te kunnen pakken. Dus we hadden zelf al even op een blaadje wat snel rekenwerk gedaan. Maar ja, natuurlijk. Ik had ook niet anders verwacht. Daar kom je eigenlijk ook niet heel veel verder mee. Dus ja, we hadden eigenlijk geen flauw idee. En ja, toen bij die prijsuitreiking inderdaad. Dan denk je eerst even van, we hebben het niet helemaal goed begrepen hoe het nou precies zit. En dan blijkt uiteindelijk toch gewoon 3 teams op de eerste plaats te staan. Dus dat was een bijzondere ontknoping. Ja, daar kijken we zo meteen verder naar. Gaan we het ook uitgebreid over hebben. Laten we eerst even samen met Tom de geschiedenis induiken in Heusden. De boot mocht dit jaar ook groter zijn, hè? Ja, daar hebben we niet voor gekozen. Vanuit het oogpunt van gewichtsbesparing. Als je een langere boot maakt, wordt die ook weer zwaarder. En ja, iedere gram die je moet voortstuwen, ja, daar zit je toch weer de hele tijd aan vast. Dus zo licht mogelijk. Ja. En toch proberen om ook een zo vlak mogelijke bodem te maken. Zodat je zo oppervlakkig mogelijk in het water ligt. En zo min mogelijk water verplaatst. Ik denk dat uiteindelijk toch een ding is. Dat hebben we in ieder geval van vorig jaar geleerd. En je ziet dus ook dat onze boten, ze lijken allemaal wel een beetje op elkaar. Ze zijn wel een beetje volgens hetzelfde concept gebouwd. Maar ga je goed kijken, dan zie je dat er tegelijkertijd nogal toch wel verschillen zijn in de vormen van de spanten, de lengte van de spanten, de onderlinge afstand. Dus kleine verschillen. Maar ja, we proberen dus ieder jaar voor te bouwen op wat we hebben. Ben jij een leraar die zelf heel veel doet, die een beetje de lead neemt? Of ben jij toch een leraar die het een beetje aangeeft, maar toch de leerlingen laat doen? Of is het een antwoord waarvan ik vraag naar de bekende weg? Nou, nee, niet per se, denk ik. Want als jij erover praat, ik zie jouw ogen niet, maar ik voel ze twinkelen. Door het spiegelglas heen zie je ze twinkelen. Jij vindt het zelf ook mooi. Ik vind het mooi. En ik vind het ook wel eens jammer dat ik niet gewoon zelf een bootje zou mogen maken om mee te doen. Maar ja, tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel zorgen, het moet wel de boot van de leerlingen zijn. Dus waar kom ik om de hoek kijken? Dat is technieken die je gebruikt. Die leerlingen hebben vaak bijvoorbeeld nog niet met epoxy gewerkt, om een voorbeeld te geven. Dus ja, daar moet je ze wel echt even in meenemen om dat op een goede manier te doen. Anders dan zitten de rimpels en de bobbels overal. En dat is natuurlijk niet goed. Maar toch ook het ontwerp van de boot. Ze doen uiteindelijk wel alles zelf. Wel onder mijn begeleiding. Daar ben ik ook wel streng in. Ja. Als het niet goed is dan... Streng en trots is hij. Ja, echt wel. Ja. Ja. Maar als het niet goed is en je ziet gewoon dat ze iets gemaakt hebben wat scheef is of krom of whatever, dan stuur je ze toch weer even terug naar de tekentafel. Jongens, kom op, dit is niet competitief genoeg. Ja. En doe het nog maar een keer. Afgelopen wedstrijden, misschien moet je me even helpen. We waren in Terneuzen en we begonnen natuurlijk in Urk. Of op Urk, moeten we zeggen. Ja. Hoe heb je het ervaren, die races? Terneuzen ben ik zelf niet bij geweest. Ik zat dat weekend met het nakijken van de eindexamens. Dus die heb ik even voorbij moeten laten gaan. Maar dat was ook wel extra leuk. Want de leerlingen hebben dat dus eigenlijk helemaal zelf gedaan. En hebben zichzelf ook helemaal kunnen redden. Dus dat is eigenlijk misschien wel extra leuk. Dus ik ben er in Urk bij geweest. Nou, het is volgens mij de eerste keer dat we daar waren. Wat mij betreft een leuke locatie. Ja. Ik vond het wel mooi. Ja. Hoe ging die race? Over het algemeen goed. We hadden met één boot, team Bertha, de koeienboot. Ja. En hadden we na een gegeven moment wel even pech, omdat er wat waterplanten in de schroef waren gekomen. Dus bij de Endurance vielen we met die boot halverwege ongeveer uit. Ja, toen was de accu gewoon leeg. En daardoor hadden we eigenlijk ook in de laatste race, waren we ook niet meer competitief. Maar met de andere teams ging het goed. Dus al met al, als je het voor over 4 teams bekijkt, dan is dat gewoon goed gegaan.
Gaat de winst mee naar Wolvenga vandaag? Nou, als alles gaat zoals vorige keer... Kan het nog misgaan? Ja, het kan altijd misgaan. Mechanische pech ligt altijd op de loer. Dus ja, ook al heb je alles nog zo voor elkaar en gaat het stuurwerk allemaal goed. Het is net als met autoracen. Ja, soms doe je alles goed en gaat het toch fout. Dus ja, daar moet je rekening mee houden. En dat kan ook vandaag gebeuren. Ja. Maar, nou, ik doe eigenlijk meer op het aantal punten. Nou ja, volgens mij ligt dat nog redelijk dicht bij elkaar. Okay. Dus volgens mij team JFC 3 die daar ook nog behoorlijk vooraan staat. Dus dat is nog steeds een serieuze concurrent. En ja, dan moeten we ook gewoon vandaag weer zien te presteren. Maar ze voelen de druk wel. Dat mag ik hopen, ja. Nou, op naar de winst. We gaan kijken hoe dit afloopt. Ja, en het liep geweldig af. Jordi, zeg eens eerlijk, hoe streng is hij? Nou, als je, laat maar zeggen, bezig bent met het bedenken en zo, dan heb je eigenlijk vrijwel je vrije wil. Dus je kunt doen wat je wil. Ga je bouwen, dan word je wel ondersteund, maar doe je eigenlijk ook grotendeels hetzelfde zelf. En ja, om nou streng te noemen, nee. Het is eigenlijk heel simpel. Klonk een beetje alsof jij, als er iets misgaat, dat je het eigenlijk mooi vindt, dat je dan toch weer iets mag doen. Ja, misschien wel een beetje. Ja, ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Kijk, als ze het zelf in één keer goed doen, is dat natuurlijk nog veel mooier. Ja. Maar het is ook wel leuk om her en daar nog even wat bij te kunnen springen. En vooral als je iets voordoet, iets maakt en ze kunnen het dan uiteindelijk zelf. Ja, dat is natuurlijk waar je het wel... Nou ja, je merkt het met meer. Hè? Bijvoorbeeld bij de Young Solar klasse, bij het Drachtster Lyceum. Volgens mij ook bij het Candea. Het zijn wel de leraren die betrokken zijn, veel aandacht geven aan en tijd. Waar het succes ligt, volgens mij. Ik wil geen mensen tekort doen. Maar dat, volgens mij is dat het wel een beetje. Ja, maar dat kan ik wel geloven. Ik denk dat aan de ene kant, laat ik het zo zeggen, je kunt eigenlijk alleen maar winnen als iedereen er vol voor gaat. Ja. En op het moment dat je een groepje leerlingen hebt die heel graag wil, maar niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, en dan kom je er niet. En andersom, als je een hele fanatieke leraar bent en je hebt een paar leerlingen die denken van dat zal mij allemaal wel, dan gaat het ook niet lukken natuurlijk. Ja. Dus, ja, dat zal denk ik het verschil maken tussen de teams die uiteindelijk bovenaan eindigen en degene die dat niet doen. Merel, hoe komen jullie nou samen? Hoe kom je nou samen met Jordi? Hoe is dat gegaan? We hadden eerst mensen die wilden meedoen met het maken van de boot en de race. En dat waren 6 mensen en dat was net te veel voor 1 groepje. Dus toen hebben we opgesplitst in 2 groepjes van 3 met in elk groepje 1 jongen. Omdat het anders, ja, dan was er 1 meisje alleen. Hoe gaat het nu? Ja, goed. We hebben wel veel samen gedaan, maar uiteindelijk heeft Jordi de races geraced. Maar is het een beetje, moet ik me voorstellen, want ja, ook voor de mensen thuis, is het een beetje hetzelfde als dat je een relatie hebt? Dat je een beetje moet uitzoeken, zo van ja, jij doet altijd zo, maar het zou toch beter zijn dat je moet toch op een gegeven moment heel goed met elkaar gaan communiceren en moet je rekening houden met elkaar en gaat dat allemaal? Heb je elkaar daar snel in gevonden? Ja, dat wel. We werken ook wel apart, maar dan uiteindelijk wel aan hetzelfde project. Heb je veel met elkaar te maken? Ja toch, want je bent een team. Ja, je hebt wel veel met elkaar te maken. Je moet alles samen doen. Waar is zij bijvoorbeeld heel goed in? Vasthouden. Vasthouden van dingen? Ja. Oh, als ben jij lullig zeg. Ja. Waar is hij heel goed in? Pak hem terug. Bestuur van de boot. Oh, dat is wel aardig. Ja. Ja. Ik ben aardig. Het zou leuk zijn als jij nu had gezegd, maar ik bestuur hem. Ja. Maar heb jij hem wel eens bestuurd, de boot? Ja, een paar keer geprobeerd, alleen het ging niet zo goed. Dus toen dacht je... Laat Jordi maar varen. Dat is het allerbeste. Nou, en met succes. Ja, zeker. Het is goed afgelopen. Een goed team. Hoe was het in Heusden voor jullie? Gewoon, we weten dat het goed ging. We weten dat jullie Nederlands kampioen zijn geworden. Maar hoe ging het? Nou, het ging eigenlijk wat minder. We hadden een paar probleempjes. We hadden per ongeluk de verdeler aan laten staan. Dus de accu was wat leeggeslurpt. Dus in de endurance hadden we niet heel veel batterij over. Ik zie Merel dat ze nog steeds een baalt. Ja, het is het misschien en ook misschien niet. Is het een klein beetje haar fout, maar goed. Teamfout is het dan. Ja, precies. Ja, want je had het, zo gaan we het ook noemen. Het kan gebeuren. Het is gebeurd en... Maar je hebt er ook wat van geleerd. Als dingen misgaan, is dan, ja, je leert er ook van. Precies. Hoe het niet precies moet.
Juist. Maar dit was het enige foutje. Hoe belangrijk was dit dan? Wat had er kunnen gebeuren bijvoorbeeld? Nou, als het laat me zeggen niet gebeurd was, hadden we eventueel de winst alleen kunnen pakken. Maar ja, dit is natuurlijk ook heel mooi. Het is nog nooit gebeurd. We hebben wel weer geschiedenis geschreven. Ja, dat is mooi. Goed gezegd hoor, hey, dit. Ja. En hebben jullie nog veel moeten sleutelen tijdens de wedstrijd of daarvoor? Ik heb voor de wedstrijd hebben we even het roer wat aangedraaid. En tijdens de endurance hadden we een klein akkefietje waardoor het roer scheef zat. Dan hebben we een kleine pitstop gemaakt en toen is het eigenlijk wel weer goed gekomen. Ja. Toen hebben we de endurance tot ongeveer 23 minuten uit kunnen varen op een heel, heel rustig tempo. Ja. Hey, en was jij het die het zei dat de endurance het meest interessante onderdeel is? Nou, het is leuk om te varen, maar op een gegeven moment word je wel een beetje de moe van. Je zit de hele tijd rondjes te varen. Wie heeft dit gezegd dan? Heb jij dit gezegd? Ja, misschien komt hij wel van mij inderdaad. Oh, jij vindt het? Ja. Waarom dan? Nou, ja. De endurance is voor de mensen thuis, het is een lang varen, hè? Ja. Nou, kijk, als je nou bijvoorbeeld een sprint vaart, dan weet je gewoon van je geeft gas, je vaart om de boeien heen en je komt weer terug. En ja. Er kunnen betrekkelijk weinig dingen misgaan. Ja, tenzij je echt bote kade in vaart of zo. Ja, dan is de endurance is dan natuurlijk wel. Je moet heel erg managen met gas en zo en je accu. Nou ja, en het begint er volgens mij al dat we met, nou, ik weet niet hoeveel boten er aan de start verschenen, maar dat waren er. 28 of zo, iets in die geest. Dat was echt niet leuk. En dan zie je zoveel boten die tegelijkertijd starten. En dan moet je niet alleen op je eigen stuurkunsten letten, maar je moet ook ineens heel veel rekening gaan houden met wat anderen aan het doen zijn. En of die eventueel voor je varen of dat je ergens klem komt te zitten. Ja. Dus dat maakt het denk ik wel interessant in die zin dat er veel mis kan gaan. Nou, ik weet niet of dit de endurance was, maar op een gegeven moment keek ik even naar jullie veld in Heusden. En ik zag allemaal boten over elkaar. En de ene die raakte de kant. Was dat het begin van de endurance? Ja. Dit was een heftig gezicht. Alsof je zeg maar een paar dode vissen tussen haaien gooit. Zeg maar. Ja, zo'n gevecht was het. Het was een beetje een kleine vaarplek voor zoveel boten. Ja, maar dat was fantastisch om naar te kijken in ieder geval. Ja, dat was net een soort van demolition derby eigenlijk. Ja, absoluut. Een vraag aan jou, Tom. 2015, dat was het tweede jaar dat de Young Solar startte. Toen waren jullie erbij met de Young Solar klasse. Ja. 2021 startte met een RC-klasse. 2022, tweede jaar dat het er was, weer het tweede jaar, waren jullie erbij. Elke keer tweede jaar moet je altijd even een jaartje afwachten. Ja. Ik ga altijd de boom kijken. Ja, tweede jaar. Ik denk dat het toeval is. Ik moet zeggen, in 2015 was ik zelf er eigenlijk nog helemaal niet bij betrokken. Dat was iets wat mijn collega's al wel mee bezig waren. Ja. En toen in 2021, toen kwam daar een collega bij mij en die zei van, nou ja, we waren bij de Young Solar en ze waren ook met kleine bootjes bezig en dat willen ze volgend jaar wat groter gaan aanpakken. Is dat niet iets voor jou om dat op te gaan pakken? Ja. Oh, dat zag ik wel zitten. Dat leek me wel mooi. En nou, zo is het eigenlijk gegaan. Het jaar erop, 2022, hebben we toen voor het eerst met twee teams meegedaan. En toen met drie en nu met vier. Ja. En daar houden we denk ik wel bij. Is dat een beetje te managen vanuit school? Ja. Want maar is het allemaal onder jouw leiding? Ja, dus ik zou van, nou, vier teams is denk ik wel een beetje de max. Ja. Wat ik onder mij kan houden. Want ik moet voorstellen bij O&O, onderzoek en ontwerpen, het vak waarbij we dit dus doen op school. Daar is dit eigenlijk een keuzeproject. Dus naast de Young Solar hebben we ook nog andere projecten lopen. Dus ik ben behoorlijk aan het multitask. Ja. Dus ja, je kan niet met eindeloos veel teams meedoen. Dan zou je ook weer echt meer mensen, docenten, begeleiding nodig hebben om dat goed te ondersteunen. Maar er is wel veel tijd voor, want 4 keer 45 minuten per week las ik ergens. Ja. Dat is nog wat. Dat is behoorlijk wat inderdaad. En ik denk ook dat maakt dat we gewoon echt op ons dode akkertje heel rustig en heel gecontroleerd kunnen bouwen, testen, proefvaren. We hebben eigenlijk geen moment stress gehad. Nee. We waren ruim op tijd klaar. We denk ik een keer of, hoe vaak zijn we naar Van der Valk geweest? Een keer of 4, 5 bij het strandje gevaren. Ja. Vlak bij onze school is een klein meertje. Dat is jullie testgebied. Dat is ons testgebied inderdaad. Ja. Als de les dan begint, dan gooien we snel even alle bootjes achter in de auto en dan rijden we daar naartoe. Mooi. En dan is het even testen en dan goed kijken wat er gebeurt. Ja.
Jij bent morgen 15. Ja. Ja? Ja. Dus als je dit kijkt, nu is hij 15. Ja, lekker hè. Ja, hey, ja. Maar dan mag jij volgend jaar niet meer RC varen. Nou, ik hoop eigenlijk dat ik dit jaar over mag en dan, en dan met grote boom meebouwen. En dan ja. Elf steden toch varen. Wel met alle respect. Ze kunnen wel wat hulp gebruiken daar, hè? Ja, 26e in Heusden, 28e overall. Ja, gaat dat niet onder jouw leiding? Nee. Nee. Zitten de verkeerde docenten daarop? Nou, nee, want dan wordt evengoed heel hard hun best gedaan, maar... Nee, maar kijk, er is een verschil tussen de een die doet heel hard zijn best en de ander die wordt op maandag onthaald als kampioen, hè? Daar is een verschil tussen. Ja, maar ik denk dat het verschil toch met name in de competitie zelf zit. Ja? Ja, als je toch kijkt naar de Jong Solar, omdat je daar toch dezelfde rompvormen hebt, zijn de verschillen onderling veel kleiner. Ja. En dan zie je toch als er iets misgaat. Nou, bij de eerste race in Urk, toen ging ongeveer alles mis bij het Jong Solar team, wat er maar mis kon gaan. Elektronisch defect en toen was het gewoon einde oefening. En ja, dan sta je natuurlijk eigenlijk al met 3-0 achter na een eerste wedstrijd. En dan is dat klassement natuurlijk niet best. Maar positief gezien, hoe verder ze in het seizoen kwamen, hoe beter het ging uiteindelijk. En... Maar de docent krijgt wel diezelfde twinkeling in zijn ogen als jij. Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker weten wel. Laten we eerst even kijken naar de wethouder. Want we waren in het prachtige Heusden. En ja, daar waren we in 2019, de Young Solar Challenge was daar ook al te gast. Toen was het heel slecht weer, kwam met bakken uit de lucht. En zelfs toen vonden ze het fantastisch. Laat staan nu, het was een stralende dag. Ja, 5 jaar geleden waren jullie hier ook te gast. Nou, toen hadden we niet zo'n stralende dag als vandaag, maar was iedereen het wel heel goed bevallen. Ja, en toen we de verzoek kregen, kunnen we het weer na 5 jaar weer een keer terugkomen. Ja, je ziet het. Iedereen geniet ervan. Het is volgens mij een prachtig decor voor deze finale. Iedereen heeft er zin in, dus wij stonden eigenlijk met Brabantse gastvrijheid jullie op te wachten. Ja, hoe belangrijk is duurzaamheid voor de gemeente Heusden? Ja, net zoals voor heel Nederland is duurzaamheid natuurlijk enorm belangrijk. Hè? En hier met die zonneboten komt dat mooi tot uiting. Maar voor ons is ook techniek heel belangrijk. We komen hier uit een regio waar heel veel maakindustrie zit. Nou, en als je hier dan zoveel jonge scholieren warm kunt maken en voor duurzaamheid en ook nog voor de technische kant daarvan. Ja, dan sla je eigenlijk gewoon, snijdt het mes aan heel veel kanten. Dus volgens mij, ja, daar worden we allemaal heel blij van. Was dit iets voor jou geweest als je nog op school had gezeten? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat ik dan ook wel heel graag zelf de piloot had willen zijn. Maar, wel de schipper. Ja, wel de schipper. Ja. Maar ik denk dat ik dan al te groot en te zwaar was geweest. En waarschijnlijk, gelet op mijn autorijkunst, misschien ook niet de beste bestuurder. Maar ja, tuurlijk, ik denk dat iedereen dit super vet vindt. En volgens mij op scholen staan de kinderen ook wel echt in de rij om mee te mogen doen. Dus volgens mij echt super ervaring die je naast je schooltijd erbij kan doen. Ja. Hoe kun je omgaan met een toeter? Want je gaat straks ook starten, hè? Ik kan ontzettend goed omgaan met een toeter. Hè? Wij oefenen heel vaak met carnaval natuurlijk met toeters. Dus dit gaat helemaal goed komen. Ja, je maakt hem zelf al. Heel goed. Bedankt voor de gastvrijheid. En we gaan er een geweldige finale dag van maken. Wij hebben er zin in. En volgens mij iedereen. Dus het gaat goed komen. Nou, dan komen we vast nog wel een keertje terug in het mooie vestingstadje Heusden. Aangeschoven zijn Malisa en Brente. Yep. Jullie zijn derde geworden. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe was Heusden voor jullie? Ja, het was wel leuk. Alleen onze boot ging bij de endurance. Ja. Voerde er iemand over ons heen, waardoor er water in kwam, waardoor het kapot ging. Dus dat was wel heel jammer. En dan toch nog derde worden, dat is best wel knap. Ja. Ja, maar het was echt, we hadden het er net even over, het was echt een chaos, hè, bij die endurance. Ja. Dus eigenlijk, iemand voer over ons heen, maar het was eigenlijk meer uniek als je niet werd overvaren. Ja. Ja. En jullie hebben nog een andere prijs in de wacht gesleept. Ja. Nou, ik zie jullie al trots, jullie zijn eigenlijk trotser op deze prijs. Dat was de ontwerpprijs, geloof ik, hè? Ja. Voor het beste of het mooiste ontwerp. En die kwam van jullie beiden. Ja. Want jullie boot heet, vertel even. Bertha. Wie heeft dat bedacht? Ja, wij samen. Ja, samen. Want hij heet Bertha omdat... Het een koe is. Ja. Het is een koe geworden met vlekken. Ja. Ja, geweldig. Dat was ook de enige waarvan je dacht, nou... Ja. Toch? Waren er hele andere spannende ontwerpen? Nou, ik vond, er was één met een golf. Met een... een schilderij of zo. Ja. En die vond ik heel mooi. En een octopus. Ook, ja, een octopus. Die was ook heel mooi. Ja, die was ook heel mooi. Ja. Oh, die octopus heb ik even gemist.
Oh. En toch zie je, de koe heeft gewonnen. Ja. Gaan jullie nog een jaartje door? Ja, met Young Solar. Klasse. Ja. Je gaat door, je gaat doorstromen. Ja. Dat is top. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook prettig is. Ja, jij hebt er natuurlijk straks niks meer aan. Maar verzorg jij dan een beetje de vooropleiding? Zie je het dan zo? Want dit ja, was er natuurlijk niet, hè? Tot wat was het, 2022? Het is er misschien wel een beetje geworden. En we zien wel dat de leerlingen die de eerste keer dat we meededen met de RC in 2022... die hebben toen het jaar daarna ook weer met de Young Solar meegedaan. En datzelfde geldt voor de leerlingen die vorig jaar mee hebben gedaan met de RC. Die hebben dit jaar ook weer met de Young Solar meegedaan. En ik hoop eigenlijk dat het voor een aantal van jullie ook geldt. Nou, ja, is het misschien... Ik wil wel graag. Ja, ja, ja. Kijk, voor een aantal geldt natuurlijk dat... Wel mooi dat je enthousiast van wordt. Ja, dat is leuk om te zien. En voor sommige leerlingen geldt dat ze een ander profiel kiezen. Nou, dan is O&O in de bovenbouw niet meer mogelijk. Dus voor hun valt het helaas af. Maar ik heb toch het idee dat de leerlingen die doorgaan met O&O in jaar 4... dat die over het algemeen wel... toch wel leuk lijkt om daar aan deel te nemen. Ja, dat is perfect natuurlijk ook voor nieuwe aanwas voor de Young Solar klasse. Is er genoeg aanwas voor de RC-klasse? Ja, dat is nu nog wel heel moeilijk om te zeggen hoor. Ik heb eigenlijk nog niet zo'n heel goed beeld van hoeveel leerlingen we volgend jaar in de derde klasse hebben bij O&O. Nou, dat zullen ongetwijfeld een aantal klassen zijn. Ja. En... ja, je weet dan ook nooit helemaal van tevoren hoeveel leerlingen dat gaan kiezen. Ja, we bieden dat aan in een soort van keuzeproject. En je weet dan nooit hoeveel animo daarvoor is. Hoe is jullie Engels? Niet goed. Dus nee, jullie hebben niet met Lai, hoe heet ze ook alweer? Leanne gepraat. Nee. Leanne zorgde er namelijk voor dat deze RC-klasse, deze competitie, een internationaal tintje kreeg. Ze kwam namelijk uit Jordanië. We wisten al dat de Young Solar Challenge een internationale race zou worden. Zo doen er natuurlijk onze Duitse vrienden uit Aurich mee. Maar ook bij de RC zijn er teams uit het buitenland. Dit is Leanne. You're from Jordan, right? Yes, I'm from Jordan. Yeah. My name is Leanne. I'm a 14-year-old girl in my national school in Jordan. And how did you end up here? We have this yearly cluster thing in our school, and this cluster, which is the Young Solar Boat, was introduced, and I was really interested, so I applied to it and they chose me for that, and we started from very beginning since September, and we just finished in June almost, and we traveled. Yeah, that's how I ended up here. What is for you personally so cool about building your own boat and join the competition? It's starting from scratch, building it, thinking of the design, and then starting the support, the shell, everything was very interesting. Yeah. That's the coolest part, was building it and choosing your own way of doing it. What's really your thing when you look at the design? I think my thing is painting or the finishing look. This is actually the first time, and you flew all the way up here. Yeah, I flew from Jordan to the Netherlands. It was a very long trip. Well, actually, that's a great trip. Yeah, it was. Yeah. Is it only to join this competition, or it was also an exchange culture and solar? Yeah, that was the second main idea of the travel. Yeah. Or the trip, I guess. It was for the competition and for exchange students or cultures. Well, I wish you all the luck in the world. Thank you. Welcome to the competition. Thank you once again. De grote vraag voor jullie is natuurlijk, hoe ziet volgend jaar eruit? Want volgend jaar hebben we volgens mij, ik weet niet of ik het al mag zeggen, maar volgens mij een proloog in Emmeloord. Als het allemaal doorgaat. En natuurlijk de Ultimate Solar Boat Challenge, waarbij we Elfstedentocht gaan varen. Ja. De RC heeft daar ook een klein onderdeel in. Gaan jullie meedoen? Ja, misschien stromen jullie door. Maar gaat de RC meedoen? Stel ik hem aan jou. Nou, als we dat er doorheen krijgen bij de schoolleiding, zeker. Ja, dat is iets. Ja, daar zijn we ook allemaal net achter. Ja, goed. Dat moet toch altijd maar weer even geregeld worden. Maar laat ik het zo zeggen. Als we mee mogen doen, dan gaan we dat zeker doen. Dan ga ik naar jullie. Wat zijn de grootste verbeterpunten als je kijkt naar deze race? Waar zou je hem nog op kunnen verbeteren als er nu nog een race zou komen? Nou, ik denk niet echt dat we hem op bepaalde punten kunnen verbeteren. Want ja,
hij was nat geworden en daardoor was alles kapot gegaan. Ja. Maar ik weet, dat kunnen we niet echt verbeteren. Nee, maar dat waren wel de problemen waar je tegenaan liep. Dus moet hij dan nog waterdichter worden? Dat als er iemand overheen vaart, dat er echt geen water in kan komen? Ja, dat zou dicht zielen. Ja. Ik noem maar iets. Ja. Zou dat kunnen? Ja, ik weet niet of we hebben wel heel veel dat er al geen water in kan komen, maar ik weet niet of hij nog... En we hebben niet echt achterhaald waar het lek nou precies is, waar het nou vandaan kwam. Dus dat zou natuurlijk... Dat is nog een lekker onderzoekje om nog even te doen. Nou goed, dankjewel dat jullie hier waren. En gefeliciteerd met de derde. En natuurlijk jij met alle prijzen natuurlijk die je hebt binnengesleept voor het Linden College. Er waren meer problemen bij de Young Solar. Bijvoorbeeld, ze deden voor het eerst mee Lindenborg uit Leek en ook het Kai Munk. Daar konden dingen wat beter. Het is wel mooi, hè, dat je nu ook eens de binnenkant van zo'n boot kan zien. Mag ik vragen, jullie doen voor het eerst mee? Ja, klopt. Ik vind jullie nu al ontzettend gezellig. Ik hoorde net al een blokfluit als het misging met de tune van de Titanic. En het ging even mis. Waarom ging het mis? Waarom stopten jullie eerder? Dat weten we niet. We zijn aan het kijken. Er zat sowieso, we hebben per ongeluk een aanvaring gehad met een andere boot. Er zit een klein gaatje. Maar we proberen uit te vogelen wat er aan de hand is. Hij sloeg een paar keer uit en toen zeiden we, stop maar. Ja. We proberen te repareren. En weet je al of het te repareren is? Dat weten we niet. Okay. Maar we gaan proberen. Het zou wel mooi zijn, hè? Want je hebt nog twee wedstrijden te gaan. Ja. En het gaatje, is dat een gevalletje duct tape zegt alles? Ja, dat gaat wel lukken. Okay. Sophie van Kai Munk, wat is er gebeurd precies? Dus wij zijn in de bocht zijn wij aangevaren door een andere boot vanaf de achterkant. Dus we hebben nu een gat zo groot als een vuist aan de achterkant zitten. Maar jullie zinken nog niet? Nee, want het zit boven de waterlijn, een klein stukje. Zo'n stukje boven de waterlijn. Maar ik zie aan de andere kant ook een kilo duct tape zitten. Ja, dat was van de vorige keer. Dus nu vaart hij weer recht eigenlijk? Dat hopen we. Maar is het een groot probleem of ga je het op dezelfde manier oplossen als deze? Nou, hier komt geen kit tussen, want het is nat, dus dat gaat niet. Maar waarschijnlijk gewoon met duct tape. Duct tape fixt alles. Hoe ging de race? Volgens mij wel goed. Volgens mij zijn we wel goed gefinished, voor hoever ik nu weet. Niet stilgevallen, tempo was lekker? Ja, drie keer stilgevallen, maar daarnaast perfecte race wel. Hartstikke goed. Succes met de reparatie. Dankjewel. Ja, en uiteindelijk is natuurlijk alles op te lossen. Het zei je met duct tape. Wat zeiden jullie hier nou aan tafel? Duct tape en? WD-40. En WD-40, ja. Al dus Anton van de Stille Boot, leverancier van de elektrische motors. Eigenlijk sinds het begin al, hè? Ja. Hoe is die samenwerking ooit tot stand gekomen? Want jullie zijn echt al vanaf het begin erbij. Ja, wij waren ook betrokken bij de grote Solar Challenge destijds. En toen kregen we de vraag kunnen jullie ook iets betekenen als we een klasse gaan organiseren voor scholen, voor scholieren, zeg maar, die gewoon iets jonger van leeftijd, maar ook hiermee bezig willen zijn. Ja. Dus vanaf volgens mij 2014 betrokken inderdaad. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je met die grote solarboten bouw je een ander soort motor. Dus dan was het ook wel een heel proces. Of zit er gewoon een soort... Ja, ik moet zeggen, de motoren die we hebben van Tokido, dat paste eigenlijk wel bij het idee van een wat kleinere boot. En toch met zo'n kleine boot een redelijke snelheid kunnen halen. Ja. Toch nog wel veilig, zeg maar. Het moet ook niet te gek worden. Maar dat ging eigenlijk wel goed samen. Dus dat was goed. Wat is voor jullie het doel om samen te werken? Ja, kijk, in eerste instantie is het gewoon super om te zien hoe die scholieren samen een team vormen. Ja. Eigenlijk alles moeten doen, van techniek naar sponsoring, samenwerken. Ik denk dat dat eigenlijk, dat het initiatief om de scholen, de scholieren en een stukje techniek, duurzaamheid bij elkaar te brengen. Dat eigenlijk gewoon, dat idee was zo goed. Daar moesten we wel aan meewerken, zeg maar. Ja, maar het is wel zo succesvol, zeg maar, dat het sinds de start en nu nog steeds, dat jullie daar nog steeds van genieten. Ja. Kijk, soms is het ook wel wat lastig voor ons, hè, want die races zijn altijd in het seizoen, het is bij ons druk. Ja. De scholieren hebben ook wel wat ondersteuning nodig af en toe, dus dat wringt soms een beetje. Maar aan de andere kant, het is een onderdeel geworden, zeg maar, van het voorjaar bij ons. Hoe is het dan bij jullie? Want ze varen natuurlijk met jullie motoren, elektrische motoren uiteraard.
Is het, volg je die race dan een beetje hoe het gaat? Ja, ik probeer ook meestal wel bij de races aanwezig te zijn. Tenminste, als ze niet al te ver weg zijn. Terneuzen was iets te ver. Ja, zeg maar. Dat was tamelijk ver. Ja. Maar ik vind het altijd leuk om ook even te gaan kijken. En toch wel bij betrokken te zijn. Ja. Zeker. Ja. Want Jordi, je bent weer terug aan tafel. Ja. Dit jaar was het jaar, ik weet niet of je het een beetje hebt gevolgd. Jij kijkt natuurlijk met een schuin oog een beetje naar de Young Solar klasse. Dit jaar was het jaar van... Ik heb geen idee. Weet jij het? Het jaar van... Ja, ik moet nu ook even denken waar je op doet. Het jaar van Schroefgate. Ja. Oh. Ja, toch? Ja. Kijk, ja. Het jaar. Wist jij hiervan? Want het was een mooie ontdekking. Nou. Voor de mensen die het hebben gemist. Er zijn twee motoren. De wat oude type en de wat nieuwere. Ja, klopt. Inderdaad. Hè, op het model wat dit jaar gebruikt werd, daar passen twee schroeven op. En eigenlijk passen er dus meer op. Maar er zijn twee schroeven die horen bij deze motor. En daar was ook een team. Die had dus ook een andere schroef eigenlijk ontdekt. Die er ook wel op paste. Van de oude motor? Niet zozeer. Eiderzij. Een andere motor in ieder geval. Zij zijn de oude motor. Ja, dat is niet helemaal waar. Dat is niet ik, helemaal maar, waar. Drachten. Ja. Maar goed, het moet een level playing field blijven. Hè. Eigenlijk iedereen moet diezelfde schroef gebruiken. Ja. Dus daar is alsnog wat in. Daar hebben we moeten ingrijpen, zeg maar, om het toch weer eerlijk te krijgen. Ik heb gehoord dat jij nu zeker weet dat iedereen het telefoonnummer heeft van de stille boot. Ja, dat weet ik zeker. Jij werd platgebeld. Hoe ging dat? Neem ons even mee daarin. Nou, dat is wat ik bedoel. He, het is bij ons al druk omdat het gewoon seizoen is. En dan gebeurt zoiets. En dan heb je dus gewoon eigenlijk elke uur wel iemand aan de lijn. En er waren docenten die maakten het zo bond, zeg maar, om echt wel 4-5 keer op een dag terug te bellen. Van nee, mijn leerlingen zeggen dit. En de organisatie zegt dat. En jullie zeggen dit. En wat moet ik nou? En, ja. Maar goed, uiteindelijk is het goed gekomen. Ja, dus de telefoon stond letterlijk rood gloeiend. Ja. Ja, dus het was geen, op dat moment was het op de werkvloer zeker geen stille boot. Nee, wel wat reuring. Dat zorgt ook, dat is wel leuk, want volgens mij zorgt dat ook wel voor jullie voor nieuwe inzichten. Is het ook dat de Young Solar zelf zorgt voor nieuwe inzichten voor jullie? Nou, kijk, wat wel is natuurlijk, je producten moeten eigenlijk zo makkelijk mogelijk werken. En op het moment dat een team daarmee bezig is en ze lopen ergens tegenaan en ze zeggen van, maar dit, hoe werkt dit dan of zo? Dan denk je soms ook wel eens bij jezelf, oké. Zo heb ik er eigenlijk nooit naar gekeken. Maar is wel logisch bijvoorbeeld. Hè? En dat soort dingen krijg je dan toch wel weer terug. Omdat het is een hele andere doelgroep dan de gemiddelde watersporter. Ja. Hè? Ze zitten natuurlijk tegen techniek aan. Het is jong. Dus ze hebben gewoon heel andere inzichten dan iemand die al 30 jaar in een sloep vaart. Ja. Dat is mooi. Ja. Ja. Twee boten. Daar ging het toch eigenlijk wel om in het algemeen klassement. Dat was het Candea College en dat was het Drachten Lyceum. En ze hadden evenveel punten. En dat was wel heel spannend. Ja. 6 punten, hè? Ja, in totaal nu. We staan gedeeld eerste. En, met? Met Candea College. Ja. En we zien wel. Volgens mij ging deze onderdeel wel goed. Ja. Dus, ik hoorde van het team, hij viel een paar keer uit. Ja, in de bocht heb je piekvermogen en dan gaat het voltage heel snel omlaag. En dan is er beveiliging, dus dan valt hij uit. Maar hopelijk heeft dat ons niet te veel tijd gekost. Nou, desondanks wel snel binnen. Ja, klopt. We waren als eerste binnen volgens mij. En volgens mij ook nog voor het Candea, hè? Ja, en die gingen eerder weg dan ons. Dus dat is wel positief nieuws. Dus je klinkt nog niet heel positief, maar ik praat hier wel met iemand die heel blij is hoe deze eerste race is gegaan. Ja, ik ben zeker heel erg blij, maar altijd bescheiden blijven. Hè? Je weet maar nooit. Je weet nooit hoe het gaat. Want uiteindelijk moet die vlag natuurlijk weer mee terug. Ja, dat is wel de bedoeling. Daar gaan we zeker voor. We gaan het hopen. Ik wens jou veel succes met de rest van de race. En het is heerlijk weer, dus de panelen kunnen lekker laden. Ja, inderdaad. Ook voor jullie een spannende dag. Jazeker, een hele spannende dag. Hoe ging deze race? Ja, ik vond het eigenlijk best wel goed gaan. We zijn langs de kanten heel veel in de gaten gehouden. Kijken naar de boot.
ja, dat is allemaal heel leuk om te doen. Maar hoe werkt het dan? Want jullie staan gedeelde eerste met het Drachten Lyceum. Ja. Kijken jullie dan puur naar jezelf of kijken jullie toch ook stiekem wel hoe het Drachten Lyceum het doet? Ik denk dat laatste. Ja, natuurlijk kijken we ook naar hoe het Drachten Lyceum het doet. We houden dan een rondes bij hoe dat gaat. Dus ja, daar zijn we dan ook heel veel mee bezig tijdens een wedstrijd. Want ze waren wel, ze kwamen volgens mij wel eerder binnen, hè? Ja, helaas wel, ja. Ja, dus wat betekent dat voor de overige twee rondes die jullie nog moeten varen straks? We moeten goed gaan varen. Beter nog varen? Ja, ja. Zeker. Dus wat zeg je dan op zo'n moment tegen jullie schipper? Ja, dat hij gewoon goed heeft gevaren deze ronde. En dat we het gewoon goed gaan doen. Dat hij het ook gewoon kan. Want hij moet gewoon vertrouwen hebben in zichzelf. Ja, en hij zou kan ook wel, ja, het zou ook wel mooi zijn om na zo lang Drachten Lyceum, om dan eindelijk een keer een andere winnaar te hebben. Dat hè? Zou echt heel mooi dat zijn. Dat is ook wat jullie willen. Ja, zeker. We gaan het zien, einde van de dag, dan weten we meer. Ja, ik ben heel benieuwd. Succes. Dank u wel. Ja, en nu weten we meer, want het Drachten Lyceum ging er natuurlijk overal in het eindklassement met de liedervlag vandoor. En het Candea werd tweede. Anton, terug naar jou. We hadden het net al even over die motoren. Hè? De wat oudere versie en de nieuwe versie die dit jaar... Ja, vorig jaar is de nieuwe versie op de markt gekomen. Ja. Dit jaar hebben de meeste teams daarmee gevaren. Ja. Sommige teams varen nog met die oude motor. Ja. Ik hoor wel mensen zeggen... je kan beter die oude hebben, je kan beter die nieuwe hebben. Wat is nou het verschil tussen die twee? De nieuwe motor heeft wel iets meer vermogen... Maar uiteindelijk is het ook afhankelijk van de boot hoeveel vermogen je kwijt kunt, zeg maar. Vermogen wat omgezet wordt in snelheid. Ja. Dus soms is het toch afhankelijk van zeg maar, de hoek van de motor, de schroef, de bootvorm. Hoe snel je met die motor kunt varen. De calibratie. En het ligt wel heel dicht bij elkaar. Hè? Ja. Dus ook het oude model, nieuwe model. Sommige teams konden ook met die oude motor heel goed bijhouden. Zeg maar. Ja. Dit jaar in Heusden hadden we iemand zitten. Hoi Joris. Met een lasergun. Ja. Om die snelheid te meten. Weet je wat de snelste tijd was? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Het lag een beetje gemiddeld, volgens mij een beetje. Kijk even naar rechts, een beetje rond de 17, hè? 17, nog iets. Ja. Met een uitschieter van 19,2. Ja. Ja. Dus dat is wel goed gegaan. Ja, dat was volgens mij het Candea College was de allersnelste. Wat voor ondersteuning bieden jullie de teams vanuit de stille boot? Want daar had je het net over. Maar... Ja, kijk, op zich moeten de teams het zelf doen. Ja. En vanuit het initiatief van de teams kunnen we helpen op sommige vlakken. Hè? Dus als ze vragen hebben, dan proberen we dat uiteraard altijd zo goed mogelijk te ondersteunen. We hebben heel veel documentatie over de motoren, over de propeller staat gewoon op onze website. Hè. Dus daar beginnen we meestal mee van. Hè. Zorg dat je in ieder geval de documentatie goed gelezen hebt. Ja. Soms krijg je ook wel vragen van, kun je onze motor een beetje opvoeren? Nou, dat kan dus niet. Althans, dat doen we niet. Ik zou het zeggen, dat kan een hoop natuurlijk. Ja, maar dat doen we niet. Nee. Soms vragen ze ook wel dingen die niet mogelijk zijn. Maar wat ik zeg, we laten het initiatief wel bij de teams. Hè. Te zorgen dat je als team gewoon proactief bent, op tijd de vragen stelt. Ook dus goed voorbereid aan die races begint. Hè. Dus niet tijdens de race of op vrijdagmiddag als je net voor de keuring bent bellen van ja, ik heb dit niet meer. Daar kunnen we ook niet zo heel veel aan doen. Dan heb je dus niet goed voorbereid. Ja. Dus dat wil ik de teams al meegeven. Begin op tijd, zorg dat je spullen voor elkaar hebt. Zorg dat je wat reserveonderdelen hebt. Dat is goede voorbereiding. Nou, daar kun je soms de race mee winnen. Ja, ik heb ook gehoord dat jullie in de loop der jaren hebben gezorgd voor wat innovatie. Kun je daar wat meer over vertellen? Dat is een goeie. Uiteindelijk worden de producten doorontwikkeld. Hè? Dus je ziet dat de motoren vernieuwd zijn. Ja. We hebben natuurlijk tijdens de Ultimate Solar Challenge, de Elfstedentocht, zijn er ook andere accu's gebruikt. Hè? Dus zo komt er toch wel weer elk jaar... Worden wel wat wijzigingen gemaakt. Niet zozeer door ons, maar ook gewoon door de organisatie van de Young Solar. Ja. Om toch ook weer nieuwe technieken in te zetten. Andere soorten accu's, andere zonnepanelen. Dus er zitten wel wijzigingen door de jaren heen. Ja. Nog twee vragen. Is er nog meer innovatie mogelijk? Als je kijkt naar wat er nu is. Er is altijd meer innovatie mogelijk, maar is het...
Kijk, je wil een eenheidsklasse hebben, hè, dus alles moet zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. En het is dus de kunst voor de teams natuurlijk om in dat eigenlijk smalle speelveld wat je hebt, om daar toch slim te zijn en te kijken van, ja, kan ik met de hoek van de motor iets doen? Hè? Kan ik, ja, binnen de grenzen van de regelgeving, kan ik dan net iets tweaken, ja, dat ik dus net iets harder ga als een ander team? Ja. Ligt dus echt aan testvaren van de teams. Dat ligt aan testvaren, ja. En een goede piloot is heel belangrijk. Hè? Want een bochtje nemen of een bocht nemen, dat zijn twee hele andere dingen. En als je een beetje slim door de bocht gaat, dan heb je de race al gewonnen, bij wijze van spreken. Ja. Dus ja, stuurmanskunst. Mooi gezegd. Ja. Laatste vraag. Volgend jaar, zoals gezegd, ook bijna meteen de afsluiting. Is het zover, dan is die Ultimate Solar Challenge, die Elfstedentocht er weer met die solarboten. Betekent dat ook dat er dan weer nieuwe ontwikkelingen voor de deur staan, in de zin van, we gaan die oude accu's eruit halen, want er moeten nieuwe in? In wat voor zin is dat belangrijk? Kijk, de afstanden worden groter die ze op een dag moeten afleggen. Dus waarschijnlijk zal dat wel weer het geval zijn. Dat betekent het opslaan van de energie die via de zonnepanelen binnenkomt, moet in zo'n accu kunnen. Ja, in die nieuwe lithiumbatterijen, zeg maar, kun je de zonne-energie ook makkelijker opslaan dan in de loodbatterijen die in deze race werden gebruikt. Hè. Dus daar zit, daar zit wel winst als je daarmee gaat werken. Ja, dankjewel voor je heldere uitleg. Graag gedaan. En we zijn er bijna doorheen, maar het mooie blijft toch altijd van die hele Young Solar Challenge, als je daar aan meedoet, jij kan niet wachten, Jordi, dat je lekker mag blijven slapen op de camping. En voorheen, in 2019 in Heusden, was die camping echt een rot end lopen. Leuke camping, rot end lopen. Nu was het leuke camping, klein stukje lopen. En voor mij is het een nieuwe rol als camping-eigenaar. Ik ben ondernemer en nu deze carrière-switch, die maak ik voor het eerst mee. Dus, en het is goed bevallen. En wellicht een volgende keer. Het waren wel heel wat jongeren op de camping, hè? Zo zeg, hey, ik heb nog nooit zoveel jongeren op mijn terrein gehad. Dus het paste allemaal perfect en ze hebben zich voorbeeldig gedragen. Ja? Geen stiekem kampvuurtjes? Nee, geen stiekem kampvuurtjes en ook niet stiekem dingen doen. Nee hoor, helemaal goed. Ik ben tevreden. Wat is het, als je zo rondloopt, wat vind je ervan? Hoe kijk je tegen de Young Solar Challenge aan? Ja, ik vind het geweldig. En vooral omdat ik al jaren pleit om meer aandacht voor jongeren in de techniek. En niet alleen mannen of jongens, maar ook vooral meisjes. Dat hebben we hard nodig. En zeker in deze regio waar heel veel technische bedrijven zijn, die allemaal schreeuwen om technische mensen. Ja, is het een perfect event die prima past in waar we mee bezig zijn in de Heusden en omstreken. En de camping is redelijk dichtbij. Ja. Dat is wel eens anders geweest. Er was een camping die was veel, veel verder. Ja, en ik werd dit jaar door de gemeente benaderd met de vraag, goh, mogen we op jouw grasveld, mogen wij een camping gaan? Nou, ik hoefde eigenlijk geen enkel moment daarover te twijfelen. Vanwege het belang van dit event. En ik denk, van dat gaan we gewoon doen. Punt. Ja. Dus dat heeft ongeveer 1 seconde geduurd voordat ik ja zei. Arnold dus van de camping. En dit was het. We zijn er doorheen door alle Young Solar journaals. Nou, volgend jaar dan is het zover. Een proloog in Emmeloord. En we gaan natuurlijk lekker de Elfsteden langs tijdens de Ultimate Solar Boat Challenge. En dan is er natuurlijk ook weer een journaal. Zenden we dat hieruit? Uiteraard. In wat voor vorm? Geen idee. Maar we komen terug. Dus voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. The Young Solar Challenge.